Ron confronteert zijn gasten met hun eigen blunders. Laat ze maar lachen. Nu bij RTL 4. Kaaplijn, die weelderige haardos, die fonkelende ogen, dat lichaam. Oh, dat lichaam. Maar vooral die lach, die klaterende lach. Dat is natuurlijk Ron Brandsteder. Thuis ook, dames en heren. Ga lekker zitten en relax. En hartelijk welkom en fijn dat u er bent bij alweer een aflevering van Laat ze maar lachen. Onze eerste gast van vanavond. Velen hebben wel zo'n broertje of een neefje. Zo'n druk baasje, altijd bezig met rottigheid. Ze hebben veel aandacht nodig. Ze stralen als ze op hun donder krijgen. Wij hebben er ook een in de familie. Foei, Carlo Bossart! Even bovenste knoopje. Dank u wel. Nou, ga maar zitten. Ja. Hartelijk welkom. Ik denk ik nodig mijn fanclub uit. Dank je wel, jongens. Ja hoor. Ze passen allang niet meer in één bus, hè? Ze zijn er alle twee. Nee. Carlo. Ja. Hartelijk welkom. Ik moet je één ding nageven. Natuurlijk. Je bent een beetje een dondersteen. En dat heb ik ook zo in de aankondiging gezegd. Maar je hebt wel een hele warme manier... waarmee je je kandidaten benadert. Dat is leuk. Zowel in de Monte Carlo Show als in de Bruidenshow. Ze lopen met je weg. Ja, mag best wel eens gezegd worden. Ze zijn vol lof over hem. Ze zien hun eigen bruidegom niet meer staan. Kijkt u maar. Oh. Je bent zo'n sneeuwwitje. Ja? Ja. Ik wou haast wat zeggen. Wat zou je zeggen? Ben jij dan een dwergje? Dus het gevoel dat je me in de zijk neemt en dan... neem je vreemd in de zijk. Nee, maar je kijkt zo stom. Stel je voor, je had me gezien in een kroeg, hè? Ja. Je had niet geweten... Wat? Stel voor, je had het niet geweten. En je ziet mij. Wat had je dan gedacht? Een lekkere burgerlul. Heerlijk. Ik voel hier een knipje. Hallo. Ja. Het is alleen maar even een dolletje, hoor. Hè? Het is alleen maar even een dolletje. Ja, nee, die mensen staan onder druk en die zeggen dan hele rare dingen. Natuurlijk, in hun zenuwen. Hele rare dingen zeggen ze. Flappen ze alles eruit. Straks nog meer verrassingen met Carlo, maar we gaan eerst onze tweede gasten aan u voorstellen. Het is een jonge, dynamische vrouw. Zij is een spring in het veld. En ze springt van de hak op de tak. Ze springt van de bordjes van Hans naar digitale speeltuinen van computers en spelletjes. En dat alles met een stralende lach. Hier is Cindy Pielstroom! Ja, ga zitten. Oh, sorry. Ik dacht dat jullie alleen voor mij gingen staan, stelletje eigenlijk. Nee, bedankt. Ja, ik denk die gaan alleen voor mij staan. Hartelijk welkom, Cindy. Dank je wel. Ik zei kleurrijke kanjer, maar je bent helemaal in het blauw, in het wit. Ik denk maagdelijk, mooi voor jou. Ja. We gaan even naar de reclame, tot zo.
Cindy. Game Quest, daar hebben we nu een paar beelden van. Ja. Inmiddels is dat alweer opgevolgd door de digitale revolutie. Ja. Maar je zit dan midden in die moderne spelletjes. Ja. Vind je het zelf ook leuk? Een beetje... Ja, ik wou dat ik meer tijd had, want ik vind games echt geweldig. Maar ik heb dus niet zoveel tijd. Dus sommige nieuwe dingen die uitkomen, ik heb echt geen flauw idee waar het dan over gaat. En dat moet je dan wel vertellen. Ja, maar je weet het wel heel overtuigend over te brengen. Ja, ik vraag het me af, want ik ben... Game Quest. Hallo daar, Game in Nederland. Maak je klaar voor een nieuwe aflevering van Game Quest. Of je nou een PC of een console... Oh, shit. Sorry hoor. Ik gooi mijn... Mijn apparaatje viel een beetje uit elkaar. Hey, game dude. Nee. Hi. Even opnieuw. En vooral happy gaming. Deze gaat over. Zo stom ging die. Ik zit er niet lekker in vandaag. Daarnaast de reviews van de PS2 games Unreal Tournament en X-Squad. En Bust a Move en Jedi Powers... Kut! Power Battles. Veel, hè? Waar zat je niet lekker in, Sim? Zat je niet lekker in je jurk? Ik heb geen flauw idee ook waar ik het over had. Echt geen flauw idee. Nee, maar ik moet je echt zeggen... Ook niet, hoor. Nee, hè? We zijn in ieder geval heel blij dat je er bent. In een blauwe jurk of in deze prachtige witte combinatie. Hartelijk welkom. We gaan onze derde gast, dames en heren. Dat is een keurige man. Every inch a gentleman. Iemand waar je van op aan kunt. Hij zal jou nooit een kunstje flikken. Hij is geliefd in grote en kleine kring. Zijn vrouw zegt... Hij houdt altijd de deur voor me open als ik het huis inga. Hier is Bert Kuizinga! Hi, Cindy. Hi. Cindy, Bert. Ja. Cindy en Bert. Ja. Zetten ze zich bieten. Dankeschön. Het was nog een fantastisch duo in de begin jaren 70. Cindy en Bert. Ja, dat gaan ze zingen ook. Aber am Abend, dan zingt de Zigeuner. Ja. Bert, hartelijk welkom. Dankjewel. Een paar programma's van jou, Bert. Binnenste Buiten, dat is een recent... Binnenste Buiten is nieuw. Ja. Is nieuw, recent. Lunch TV draait ook nog steeds. Het aanzoek heb je gedaan. Blind Date begon je mee. Talent de Zeeën in de Lucht in het zomerseizoen. Dan zijn we nog een beetje collega's, dat heb ik vroeger ook gedaan. En als acteur ben je bekend van Ik ben je moeder niet. En Verkeerd Verbonden. Ja. We hebben beelden van Verkeerd Verbonden. Dat vermoed ik al. En om dan een klein beetje weer balans terug te brengen. Ik heb je net aangekondigd als een feilloze jongeman. Maar ook jij hebt je foutjes af en toe. Helemaal niet erg. Gelukkig kan je er ook om lachen. Wie is daar? Vriendin van je vader. De vader van je vriendin. Oké, kom ik morgen weer naar de zaak. Dag haar. Maar misschien wel niet. Als ik dat miljoen heb en het fletje aan zee. Lekkere drank. Nee. Lekkere wijven. Dan zeg ik weer iets, hè? Zeg ik nog iets? Ja, ik zeg nog iets. Stond in het draaiboek. Wat zeg ik? Oké. Ik had die foto niet moeten plaatsen, maar ze vonden hem zo goed bij de LPG. Dus ik bij de godverdomme. Als ze aan de heroïne zat, zou jij het nog niet merken. Quinn. Nee, jij was Inge. Sorry. Bert, applaus. Het is wel een heel confronterend programma, dit. Zeg. Leuk, hè? Je komt jezelf tegen. Nou, ontzettend. En dat nog een paar keer vanavond. U ziet, dames en heren, drie uiteenlopende types. Carlo, Cindy en Bert. Ze zijn toch samen door één deur binnengekomen. En ze hebben één ding gemeen. Ze schuwen de lach niet. Sterker nog, ze zoeken hem op. Tot zo. U hoort, het is een uitbundig sfeertje in de studio. Ik hoop bij u thuis ook.
We zijn hier met Carlo en Cindy en met Bert Kuizinga bij Laat Ze Maar Lachen. En Carlo kwam als eerste binnen en die is ook de oudste, dus we gaan met hem beginnen. Welkom op je bruiloft. Dat was een geruchtmakend serietje. Ja. Daar was veel om te doen. Ik had met Ik Wil een Miljonair heel weinig pers gehaald. Dus toen dacht ik, laat ik Welkom op je bruiloft doen. Ja. We doen er nog eens dunnetjes over. Ja. Was het leuk om te doen? Het was in een periode dat ik heel erg moe was. En dat we er drie op een dag deden. Nee, twee op een dag, moet niet liegen. Maar dan een maandag twee, dinsdag twee, woensdag twee. Ja, daar heeft de kijker geen weet van. Nou, ik zou het dan vertellen. Dan komt een bruidje op en dan denk je, hoe heet ze in godsnaam? Ja. Het was een hele een drukke serie, was het. Ja. Toch ben je een beetje van ze gaan houden. Sommigen. Nou ja, natuurlijk. Omdat die mensen die leggen hun hart en ziel in het programma. Ja. En het is nog maar de vraag of ze de ja krijgen die ze zo graag willen. Dat is inderdaad. Heb je ook een favoriet stel nog in je gedachten die je nog herinnert? Kobi en Stefan vind ik nog steeds een hele leuk stel. Maar is een andere. Het is geen stel. Oh, ik weet waar je over wil beginnen. Ja, er was één stel. Jawel, volgens mij komt dat moment. Oh, dat kan jij niet weten. Nee. Nou, ik weet niet. Doe maar een gooi. Wie denk je? Nou, ik weet niet met naam en toenaam, kan je nagaan. Maar er waren wel twee mensen die, die waren wel een beetje, enthousiast. Ja. Had die man een bril om? Shit, hoe red ik me hieruit? Nee, je bent warm. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe ver liefde kan gaan. Ja. Namelijk, all the way. Ja. Nou, je hebt me wel een beetje overdonderd eigenlijk. Maar uiteindelijk was ik het wel van plan. Huh? Ja, nou, we hier staan kunnen het misschien net zo goed maar gelijk gehad hebben. Stop. Het is misschien de emotie. Het zou de emotie kunnen zijn. Wacht het nou uit, dat maakt helemaal niet. Daar zou u zitten. Nog één keer pakken we de kus. Nog één keer. Eerste stilte. En je mag flink zoenen. Ja. En je mag net zo lang doen, maar niet op de grond. Ja? Dan heb je meer ruimte. Er is een programma dat heet Laat Ze Maar Lachen. Ja, en daar komt dit fragment waarschijnlijk over een tijdje in. Kan je opsturen naar Amerika? Vind je zo'n people? Wat zeg je? Naar Amerika sturen. Vind je zo'n people? Volgens mij heb ik te maken met Snip en Snap vanavond. Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is een beetje mijn schuld, Ron. Ik had gezegd van, het was nog een emotioneel verhaal. Dus ik had tegen hem gezegd, we hebben naartoe gelopen. Geef hem nou even een lekkere kus. En niet zo een slappe. Oh god, hij deed zijn best. Hij zei, ik doe het. En toen gebeurde dit, Nou, we hebben het niet uitgezonden. Ik dacht dat het ook vernietigd was, maar... Oh, het is nooit uitgezonden? Nee, we hebben dit nooit uitgezonden. Oh, nee, dat wilde zij absoluut niet. Dus ik weet niet wat probleem je nou krijgt. Nee, geen probleem. Oh. Ik is gewoon, het is toch positief te zien hoe ver liefde kan gaan. Ja. Zij was er een beetje stil van. Tuurlijk. Maar hij had de beste bedoelingen. Ik vind het gek, ze lag in de onderbroek op tv. Hallo. Zo ken ik je weer. Hallo. Moet je horen wie het zegt? Nou ja. Ja. Jij moet toch de kaart trekken? Dat is waar. Je bent bezig met mensen, met al hun emoties. Moet je toch een beetje goed voorbereiden. Hoe doe je dat? Voorbereiden? Ja. Ik kan geen autocue lezen. Dat kan jij dan wel heel goed. Het kan ik niet. Ik kan niet en presenteren en gelijk lezen. Nee. Ik kan wel onder de camera... Dus ik kijk altijd, als je goed kijkt naar mijn presentaties, kijk altijd een beetje schuin onder. Want dan staan dus de dingen die ik moet doen. Dus eigenlijk maak ik een heel groot bord van tevoren. En dan lees ik het gewoon vanaf. Ah ja, dat weet Wim kan ook. Ik ben Wim. Ja, precies. Maar Wim Kan had er niet zoveel op een dag. Nee. Nee, en jij wel. Dat is waar. Dus als je af en toe eventjes verspreekt, dan vinden we dat heel niet erg. Ik verspreek mezelf erom. Dat nou, een enkel keertje. Nou, nee hoor. Echt... Nou, ho ho. Oh. We hebben echt alle begrip voor. Oh. Helemaal niet erg. Nou ja, zeg. Waar mag ik zo ver zijn om te vragen waar de schoen wrijft, wringt, gewrongen hebben? Hebben gevroggen. Waar zit de schoen? Erik weet niets meer van zijn verloving. Hoe denkt hij dan over trouwen? Hier is er Is toch mooi dat je zwanger bent? Ja, hartstikke mooi. Weet hij? Hij weet het. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hallo mensen. Af en toe weet ik niet meer wie ik heet. Wie ik ben. Wie ik... Wat?
hoepla, hapla, hapla. Het is een leuk jongen. Het is een mooi setje, dames en heren. Erik en Monica, die maken een prachtig plaatje samen. En het schittert van de buis af, maar je weet het absoluut nooit. Nee. Kutje cola, ik ben wat vergeten. Dat is, nou, dames en heren, dat moet u hier zien, hierachter. Dat gaat namelijk ontzettend snel. U kent namelijk wel het, shit. Op dit ogenblik wordt jouw vriend helemaal met gemeten... Godsamme, zeg. Ik kom er wel uit, hoor. Ik doe wat ik doe. Ik ben wat ik ben. Kan ie? Hallo. Dramatisch. Wel, nee, man. Dit is toch leuk? Je gooit toch je hele hebben en houden erin? Ik had daar echt een strijd af en toe met mezelf. En ik ben blij, heel blij met de serie zelf, maar ik was gewoon kapot. Ja, nou, dit kan toch gebeuren? Is nou ja, je doet je wel. Ja, god, dit zo zien. En denk ik van, god, kan die er niet. Ach, jongen, kan we vullen wekelijks de programma's met dit soort dingen. Dat is toch logisch? Jij bent een van mijn favoriete gasten. Nee. En, ja, volgende... Nou, je kan wel goed liggen, hoor. Laat ze maar liggen. Nee. Ja. Carlo, je gooit je zo spontaan met je hele hebben en ik gooi alles erbuiten. En ik wou dat meer presentatoren dat deden. Hé, hey, ik hou van... Kom, ik ga je kussen. Ja. Nou, nee! Dat hebben we gehad, hè? Ja, hij doet het ook nog, hoor. Oh. Hoe vaak is dat fragment nou uitgezonden van Jos Brink... dat ik jou pak bij Wie ben ik? Ja, je probeerde mij te pakken. Nou, het is me gelukt, Je pakte Hans van de Tocht. De vlekken zat op mijn pak. Mij greep je mis. Ja. Bert, nu wil jou toch spreken. Ja. Acteur, presentator. Wat vind je het leukste? Waarom zit jij nog steeds te lachen als hij acteur is? Hij is blij dat hij even... Ik ben dan blij dat hij is blij dat hij even naar jou... Oh, dus ontspanning, zeg maar. Ontspanningstherapie doe ik. Acteur en... Wat vind je het leukste? Acteren of presenteren? Nee, of kan je dat niet zo zeggen? Jawel, dat kan ik wel zeggen. Het leukste is om het allebei te mogen doen. Het is gewoon wat... Ron was het, hè? Nee, Carlo. Wat Carlo al zegt. Als presentator probeer ik heel dicht bij mezelf te blijven. Dus gewoon Bert. Ja. En als ik, als ik acteer, dan is het een rol. Dat is één verschil. Ja. Verder heb je nog het verschil in wachttijden. Ik heb het gevoel dat jij nu ook een bepaalde kant op praat. Is dat zo, Rob? Nee, hoor. Dat idee hebben we er wel meer. Maar heb je daar geen moeite mee, dat wachten? Dat hangt er vanaf met wie je moet wachten. Oh. Ja. Ik zou het hem wel seinen. Ja. Lekker de blues. Ja. Que si, que no. De moeken aan ons rond. Ik heb beloofd Sophie naar Assen te rijden. Jongen. Helemaal naar Assen? Jongen. Doe ze er zelf niet uit. Roel, ben jij dan? Joehoe. Ik heb beloofd Sophie op en neer naar Assen te rijden. Haar zwager heeft nu ook een nekhernia. Ja, en was er niet. Nee. Pizza. Oh. Ja. Ik kan wel goed dansen, zag ik. Ja. Jongen, de mensen gaan je heel anders bekijken. Pizza, even wachten. Nog een keer pizza. Cindy, je optreden met Hans van de Tocht in Rad voor Fortuin. Was dat je televisiedebuut? Ja. Dat deed je leuk. Dat was ook heel leuk. Was leuk. Maar je was al gauw heel losjes. Je stond niet echt stijf aan de zenuwen. Oh, jawel hoor. Ja? In het begin wel. Maar Hans is heel erg leuk. Dus en trouwens, iedereen waar we mee werkten was heel leuk. Ja. Dus... En je had ook wel vaak dat je echt wel kon lachen daar. Ja, we hebben heel erg veel gelachen. Ik sprak net nog de jongens van het geluid.
Want die hadden alles gehoord wat wij dus allemaal besproken daar. Maar ik was natuurlijk helemaal nieuw bij televisie. Ja. En ik dacht, als je, zoals nu hoor ik mezelf praten. Maar als ik mezelf niet hoor praten, denk ik dat dat ding uitstaat. Nee. Maar die jongens daarboven kunnen alles horen. En dat wist ik dus niet. Dus die hebben een heel jaar lang hebben die al de privé dingen die wij hebben besproken. Meegeleefd met je vriendjes. Dan gaan we nu even naar luisteren. Ja. Komt dat aan, hoor. Nee. Er zijn grenzen. Natuurlijk. Zelfs bij Laat ze maar lachen. Maar die jongens dachten, laat hem maar kletsen. Dus aan het einde, toen ik het een soort afscheidsborrel gaf, had ik voor iedereen een cadeautje gekocht en zo. En toen kwamen ze aan me toe, zei ze, hey, laat ik je even een tip geven. Als je nou de volgende job gaat doen, ja, dan moet je er wel rekening mee houden dat wij alles kunnen horen. Ja. En toen dacht ik, oh shit, waar hebben we het allemaal over gehad? Maar het zijn hele discrete jongens. Dat zijn ze zeker, want ik heb nog niks teruggelezen. En het was best pittig. Ja. Cindy, we hebben beelden van jou met Hans van de Tocht. Dat zijn hele gezellige beelden. Veel slappe lach. En dan moet je straks nog even vertellen waar jullie het over hadden. Anders gaan we gewoon even boven vragen. Naast meer vanuit Studio 1 spelen wij het Rad van Fortuin met Cindy en Hans van der Tocht. Laat maar. Sorry. Wij stonden zo te lullen met elkaar over wat we moesten gaan zeggen. Sorry hoor. We waren helemaal aan het repeteren. En sorry Gaston, neem ik... Jongen. Ja, mooi, hè? Nou, we gaan weer terug. We zullen ons... Nee, boos, kijk. Goedenavond. Dank u wel voor uw warm applaus vanavond thuis. Ook hartelijk welkom op deze maandag. We gaan weer gezellig de hele week om 7 uur bij RTL 4 het Rad van Fortuin spelen. En we hopen dat u thuis ook iedere dag naar ons zult kijken. Lekker weekend gehad, Cindy. Oh, sorry, jongen. Niks. Het was eigenlijk heel leuk geweest. Ja, nou, kunnen we doorgaan gewoon? Nee. Ja, we kunnen gewoon. Nou, ja. Ja, niet. Hans die zei dat jullie achter de schermen stonden te repeteren. Tuurlijk. Wat jullie gingen zeggen, ik geloof er niks van. Nee, natuurlijk niet. Weet je nog waar jullie het over hadden toen? Ja, ik denk het wel. Wat is nou, het dan? Wij hadden het meestal over, want we namen altijd volgens mij op maandag of op dinsdag op. En Hans en ik zijn allebei best wel een beetje beeld. Dus we hadden het weekend dan altijd een behoorlijk weekend achter de rug. En dat bespraken we dan achter het schermpje. Wat je allemaal meegemaakt had. En wat we allemaal hadden meegemaakt. Dat deelden jullie. En waarschijnlijk had ik dus een best pittig weekend achter de rug. Want daarom krijg ik natuurlijk de slappe lach, omdat ik daar niet over kan praten. Dus dan had hij iets leuks gedaan het weekend. En dan weet ik dat hij weet wat ik heb gedaan. Maar dan kan ik natuurlijk niet zeggen bij het Rad van Fortuin. Met zo'n kapsel en zo'n outfit. Dus ik dacht, het was een mismeling. Het zag er toch heel leuk uit. He? Carlo, jij bent een drukbaasje. Nee. Nee? Ja, tenminste, als je in beeld bent. Ja, dat is waar. Als het publiek om je heen zit. Ja. Want er hebben we beelden van. Zelfs als de show even stopt, dan ben jij nog aan het entertainen. Oh, nee. Dit is hartstikke leuk. Hij is echt heel leuk. Oh, en je bent bij deze uitgenodigd voor de nieuwe serie Moppetoppers. Oh, nee. Komt een mevrouw, die komt bij de dokter. En die dokter die zegt, wat is het probleem, mevrouw? Nou, zegt die mevrouw, ik laat af en toe een hele harde wind. Een natte, zachte wind ook wel eens, maar vooral een harde wind. En hij ruikt niet. Nou, dat is nogal vervelend, zegt die dokter natuurlijk. Ja, dan lig je zo onder je dekbed. Hè, dan laat je een scheet en dan zit je toch even te ruiken. Is het niks. Nou, zegt die dokter, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat kan ik me voorstellen, mevrouw. Nou, weet u wat het nou doet? U gaat even zo gebukt staan, hè? Dan doe ik even uw jurkje omhoog, dan laat u een scheet in mijn gezicht, dan ga ik eventjes snuffelen. Nou, vindt u dat niet vervelend, dokter? Nee, ja, ik vind het natuurlijk vervelend, maar goed, hè. Ach, ja, ik doe het voor u. Dus die mevrouw die staat er zo gebukt en die laat een gigantische scheet in het gezicht van die dokter. Een vette, vette scheet. En die dokter... Nou, inderdaad, u moet geopereerd worden. Dat wordt een verschrikkelijke operatie. Oh, zegt die mevrouw, wat verschrikkelijk. Helemaal een operatie aan mijn darmen en zo'n verschrikkelijk hier. Zegt hij, nee, niet aan uw darmen, aan uw neus. Ja, klassiek, hè? We doen het dan om... we moeten... Die mevrouw zit helemaal te huilen op de bank. Nee, we doen het omdat we dan lachjes nodig hebben. Hallo, ja. Carlo Bossard.
Af en toe hebben we lachjes nodig voor in het programma. En dan wordt er totaal niet gelachen. Dus dan doe je gewoon een paar moppen. En dan dat lach maar gebruik je dan weer. Je hebt talent voor, je moet weer doorgaan. Nee, je hebt hem echt helemaal feilloos goed verteld. Cindy, jij hebt vele beroemdheden ontmoet in het programma Vips. Ja. Dat programma deed je niet alleen. Dat deed ik met Evert. Ja, die komt straks ook nog even in beeld. Maar je hebt een heel leuk interview gehad met een wereldster die onlangs nog nummer 1 stond in de wereld. In Nederland ook. Kylie Minogue. Minogue. Uit Australië. Ja. Ja. Daar ben je blij mee met zo'n interview, want het is moeilijk om zo'n vrouw te spreken te krijgen. Hè? Ja, je hebt dan zeg maar deze een halve dag ingepland. Je ziet dan ook bijvoorbeeld in de tv-show of bij Vips of waar dan ook. Zie je overal hetzelfde bankje en dan zie je overal dezelfde ster. Maar dan alleen wordt de presentator gewisseld. Ja, ja. Dus dan krijg je 10 minuten. 10 minuten, niet langer? Niet langer. Dus ik had nog helemaal leuk. Ik had een toverstafje voor haar gekocht op de wallen. En ik had een leuke... Een toverstafje op de wallen? Ja, dan heb je hele leuke linkertjes. En een hele leuke. En je moest eens weten wat ze daarmee kunnen. Ja, daar was het hotel. Het was de Grand, daar ergens bij de wallen. Ja. Dus, oké, we hadden een gezellig gesprekje zo. Maar dan moet je je voorstellen, zit je met twee op zo'n bed. En daarvoor staat dan de manager, de tourdingers en weet ik wat. Er staat een hele rij mensen in de camera. En gewoon eigenlijk dat je niet echt knus met z'n tweeën zit. Dus ik denk, oh, ik werd hartstikke zenuwachtig. Dat ben ik trouwens altijd. Ik zit nu ook al een kwartier te wippen zo, hoor. Maar, dus ik doe een inleidend gesprekje. En we beginnen aan dat interview. En ik, ik moet plassen. Maar dat kan niet, want je hebt maar 10 minuten. En als je moet plassen, dan ben je dus 3 minuten kwijt. En dan heb je nog maar 7 minuten. En om er dan in te komen... Dus ik zat maar zo. En ze had een heel lang antwoord. En ik denk, oh, dat ga ik niet halen. En straks pies ik op dat bed hier in de Grand. Dat kon ook niet. Dus toen zei ik, oh, sorry, maar ik moet plassen. En ik keek echt zo in de camera. Ja. Iedereen daar op het draadje stond echt zo. Van, nee, dat kan dat ze niet doen. Dat had iemand dan nooit durven zeggen, natuurlijk. Nee. Nee, maar dat gaat ook niemand zeggen. Want je weet dat je na 10 minuten ook wel kan plassen. Maar ik was zo bang dat ik in mijn broek zou doen. We kijken naar een incident tussen Cindy en Kylie. Maar ze was wel heel lief, hoor. En we leven met je mee. But back in, I guess... Kijk, daar zit ik al. Really close to the beginning of my career. So I guess 88, they... in Sydney. I mean, Sydney is one of the biggest gay capitals of the world. And it turned out that they were doing Kylie shows once a week at the... pub called the Albury, and it's the gay pub in Sydney on the main gay strip. And I must have been the last person to know about it. Really? So you went to see your own show night? No, I almost went one night, but everyone I was with just said no. For not only your safety, but everyone's. Imagine like being trampled with wigs and fake nails and. Can I? Diamonds. Do you have 2 seconds? Mm. I'm sorry, but I really have to pee. Can I go? Because I'm like, oh. It's just there. I'm sorry, yeah. Don't listen. No, I have to turn it off. Okay. Yeah, I was going to say, don't listen. Schattig, hè? Je bent zo lullig. Zij blijft heel aardig, maar het zijn meestal die mensen eromheen die dan heel vervelend gaan lopen. Ja. Nou, ze vroeg wel, heb je wel naar mijn antwoord geluisterd? Maar dat ging ook inderdaad heel moeilijk, want ik zag maar, ik moet. Maar ze was inderdaad wel lief. Bert, ben jij een collegiaal man in dit vak? Dacht het wel, hè? Ja. Zijn er nooit momenten dat je wel eens een dolletje maakt, dat je collega's erin luistert? Nooit. Hoe verklaar je dan de volgende scène, waarin jij als een soort kraaiecheck naar binnen komt. Je doet iets met een tennisracket. Dat doe je trouwens heel aardig. Mm-hmm. Moet ik je nageven. Die tegenspeelster is verbijsterd. Die heeft even geen tekst, dus het moet over. Dan vervolgens kom je weer binnen. Het lukt weer met de tennisracket. En dan schiet ze in de lach. En wij kunnen niet zien wat je doet. We gaan eerst even naar kijken. Oké. Okay. Sorry. Domme. Wat is er met je haar gebeurd? Nee. Heb je op de elektrische Oh, als jij er zo over denkt, Fred, dan zoek jij maar een andere agenten. Mijn pest. Daar regel ik voortaan mijn zaakjes zelf wel. Ik spreek de hoofdbaas.
Ja, lang geleden alweer. Lang geleden, maar... Nee, maar ik zal je vertellen wat er gebeurt met het tennisracket. Ja. Dat zijn van die situaties die gebeuren regelmatig als je dit soort series opneemt. Er is altijd een camerastandpunt en soms ben je lekker met je achterhoofd. En dan is het heel erg aardig om iemand in de lach te krijgen. Dus dan trek je gewoon een bek. En met Elsje de Wijn... Elsje lacht graag, hè? Elsje lacht graag. Ja. En ik help er graag gewoon. Carlo, je hebt nooit kunnen dromen dat je nog eens prins zou worden. Nee. Prins Gemaal. Nee, eerst, geen Gemaal. Nee, ja, nee, eerst zou ik Maxima spelen, maar echt waar. Irene als prins van Alexander en ik als Maxima. Maar zij is zo verpletterend als Maxima. Wie is er op het idee gekomen om de tournee van Maxima en de prins te persifleren? Wij samen, we zochten iets à la Pittige Tijden, wat we bij Telekids hebben gedaan. Dus iets wat live in cooking nog meer omhoog zou trekken qua kijkers. En wat het een beetje op de rand zit en dat mensen erover lullen. Ja, jullie vinden het leuk om te doen, hè? Het is ja. Maar dat straalt er wel vanaf. Ja. We gaan eerst even laten zien hoe het zeg maar regulier wordt uitgezonden in Live and Cooking. En daarna gaan we laten zien wat er beslist nooit wordt uitgezonden in Live and Cooking. Zijn de koninklijke hoogheid, prins Willem-Alexander en Maxima in Hou van Holland. Ik hou van Holland. Ik hou van mijn moeder. De tour door Holland werd tijdelijk onderbroken voor een bezoek aan Hare Majesteit, de koningin der Nederlanden. Voor een evaluatie en wat moedelijk advies. Mevrouw Zorrigeta, wij zijn van het RTL-nieuws. De geruchten gaan dat u op bezoek gaat bij uw aanstaande schoonmoeder, de koningin. Wat dacht u dan? Bekkabouter plop, plopper de plop. En u heeft een cadeautje meegenomen? Sorry? U heeft een cadeautje meegenomen? Een cadeau is van Alexander. Een taartje. Alexander heeft een taartje gebakken. Ja. Welke vulling heb je gebruikt, Alexander? Oranje vulling. Ja, en als de oranje vulling in de mond komt, dan krijg je het gevoel alsof het echt zomer wordt. Op een of andere manier. Hè, Alexander? Moeder! Die deur moet open. Ik wil naar binnen. Ik vrees dat moeder niet op ons bezoek heeft gerekend. Maxima en prins Willem-Alexander wisten deze impasse op geheel eigen en creatieve wijze op te lossen. Ik ben wie du. Benny Hill, hè? Ik ben Benny Hill. Wat een klapper. Doe je je eigen stunts? Ja, het is gewoon paspop natuurlijk. Oh, wat heerlijk. Ik vind het heel leuk om het... Ik bedenk het met Irene en dan monteer ik het en dan mag ik het regisseren. En dan doe ik die geluidseffecten onder en dan ben ik de hele week bezig. En dan vind ik het leukste wat er is. Ja. Wie speelt Majesteit? Ja, die is leuk. Die is fantastisch, hè? Die mevrouw. En er is ook een grappig iets over te vertellen. Is dat ik heb natuurlijk een gebit als Willem-Alexander zijn mijn eigen tanden. Dat was mij niet opgevallen. Op een gegeven moment hebben we een scène. En ik zeg, Bea, je gaat zogenaamd stikken. In een taartje. En ik wist niet dat die mevrouw een gebit in had. Dus die neemt een hap van het taartje. En ze doet... En of ineens sloept dat gebit eruit en alles hangt erin. En iedereen lachen. En ik zat als Willem-Alexander zo stijf. En ik wist niet wat er gebeurde. En ik kijk en ik zie daar een mevrouw met een Beatrix-pruik. Met een gebit hier half. Wat een schande. Ja, ik hou van Holland. Wat dacht je dan? Kabouter Plop? Heeft u een goede verstandhouding met uw schoonmoeder? Sorry. Ik geloof dat ik er zo in kan. De deur is al open. We moeten spelen dat we er niet in kunnen. Dit is toch een blindlegger? Gekke mensen! Ik moet graag even een ladder te
mensen van werken hier. Je sportschool zou je geen kwaad doen. Nou, het is echt verschrikkelijk. Ik irriteer me. Godverdomme, ik denk nou... Dat... U moet nog helemaal niks zeggen. Ja, u hoeft geen u te zeggen, hoor. Nee, schatje, doet het geweldig. Wilt u ook een stukje van mijn... Hier lacht ze niet, kijk. Ze lacht. Kijk, ja, dat is met gebit. Stop. Zing mij nou weer met. Ai, ai, ai. Nou... Haar majesteit die bleef er bijna in. Oh, ja. Ik denk dat jij een lintje wel kan vergeten. Ja, zeker weten. Ja. Voor de toekomst. Ah, maar het is zo over de top. Het is zo helemaal niet denigrerend of nabedoeld. Het is zo... Iedereen ziet dat ik het ben met een pruik.